Ja, wij binnen stierhouderij en meidje alles van stieren. Hè? Dus kreeftien en duurstienvleren, onrichtbleren, vensterbanken. Maar ja, rekenen we al soort andere dingen die ik wel net even neer ken, maar eigenlijk is alles van natuurstien. En in je handel, wat is dan de belangrijkste tak die je nog jezelf? Grijfstien, dat is voor u het grootste part van uw omzet. He, dat is zo'n beetje 80% van wat we doggen. En daarna is dan de bouw en dan voornamelijk de luxe bouw, onrichtbladen en dat soort dingen. Ja. Ben er in dat grafsteen houden bijvoorbeeld, ben er dan ook nieuwe trends te ontdekken die pas na de laatste tijd opkomen ben? Ja, maar dan monumenten worden wat moderner, wat strakker qua uitvoering, maar ik het materiaalgebruik veroordeeld. En dan hebben we het vaak over RVS of kortenstaal of glas, hout ook wel. Maar het komt meestal wel bij de families. Gewoon de gedachte van dat ze net een traditionele stien gaan wollen, hè, dat ze echt wat oors gaan wollen. En het wordt elke keer wel misschien wat makkelijker van de meisjes om daar voor kiezen, want het wordt steeds vaker dienen. Dus meisjes zeggen het ook, oors op orenbegraafplaatsen, of het wordt wat makkelijker om te kiezen wat je wollen en net om te keepen wat gebruikelijk is. Hè, dus het wordt wel weer wat vrijer. Had de begraafplaats echt nog bepaalde eisen? Een heel soort, eigenlijk zijn alle begraafplaatsen bepaalde eisen. Tot maximale maten die bijvoorbeeld tasten in benen. Of sommige begraafplaatsen die sluiten echt bepaalde materiaalsoorten uit. Die willen bijvoorbeeld geen hout hebben. Of, in principe mij bijna alles wel. Alleen nog, dan moet je rekening houden met bepaalde breedtes of hichtes. Ja. En die nieuwe trends, had je eigenlijk het werkveld verhoren voor de steenhouwers zelf? Had je ervoor zorgen dat hun werk er gewoon oors uitschut in werd? Ja, dat is wel verhoren. Nou hebben we een heel soort opdrachten die nog wel traditioneel binnen, maar we hebben een heel soort opdrachten die, waarvan wij gewoon onderdelen bestellen maten, keepje maten en dat we het zelf als het ware als een soort bouwpakket onleverd krijgen, hè. Dan ga ik het over een glas, een plaat waar tekst op zit of een RVS omranding, hè. En dat we dat dan kleermaatje matten. Dus dan is het traditionele steenhouwerswerk, hè, het zeegje in het paleis en dat soort dingen, dat is net meer van toepassing. En vinden steenhouwers dit vervelend? Vinden ze dit jammer? Nee, maakt het misschien wel juist wel wat afwisselender. Hè. Die ene collega uit de werkplaats had wat minder mijn glas dan en de andere vindt het wat leuker, maar het wordt wel wat breder en dat is misschien ook wel wat leuk, hè, dat je andere materiaalsoorten moet krijgen. Hi, ik ben Jens en ik werk hier in een steenhouwerij. We maken voornamelijk kraftstenen. Nou, dat is in principe een heel triest verhaal, maar ja, voor ons is het gewoon dagelijks werk. Ja. En wat wij nou doen is, klanten komen bij ons en die hebben bepaalde voorstellingen over stenen, steensoorten of wat ze graag willen hebben voor hun nabestaanden, voor die overledenen natuurlijk. En dat proberen wij gewoon een beetje netjes voor elkaar te krijgen. Ja. En jullie doen gewoon wat de klanten van jullie vragen. Ja, heel veel keuzes, heel veel verschillende steensoorten. En dan mag de klant gewoon eruit kiezen. Dat is, En wat voor gereedschappen gebruik je hiervoor? Nou, omdat het allemaal hartstikke zwaar materiaal is natuurlijk, hebben wij heftrucks. We hebben karretjes, we hebben potthoudkraan met vacuüm, dus het zuignap erop. En dan proberen wij gewoon zo min mogelijk lichamelijk werk te doen. Omdat het toch wel wat zwaar is. Wij letten wel een beetje op. Dus we weten ook precies met wat, hoe zwaar die stenen zijn, waar wij op moeten letten. Dus het gebeurt er eigenlijk bijna nooit wat. Ja, het is op zich ook wel werk dat je nog gewoon tot late leeftijd zou kunnen doen en zo. Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, zo heb je gewoon verschillende machines. Ja, bijvoorbeeld ook zaagmachines. Soms wordt die steen aangepast. We hebben straalmachines, natuurlijk ook voor die tekst. De tekst moet erin.
En ik hoorde net dat jullie in de laatste paar jaren dat het werk toch wel aardig veranderd is. Of aan het veranderen is omdat er nieuwe trends komen met grafstenen. Dat is zo. Maar ja, het is ik zeg maar van 100 stenen zijn er misschien 5000 met een grasplaat of met cotentstaal of met een RVS-omranding. De meeste zijn gewoon ouderwets. Dus gewoon steen. Gewoon. De meeste die hier werken hebben twee rechterhanden, niet twee linkerhanden. Dus wij vermaken ons wel. Ja, dus als, is gewoon... als wij bijvoorbeeld moeilijke opdrachten krijgen, dan het lukt vrij. Het is gewoon leuk om te doen natuurlijk. Omdat uiteindelijk krijg je dan ook, als je steen er staat, positief bericht van de familie. Ja. Nou, en daar doen wij het eigenlijk ook van. Zijn er ook wel eens familie die negatieve berichten hebben? Ja, natuurlijk. Die mensen die heb je altijd. Hè? Die hebben dus, dan kun je nog zo je best doen, maar die hebben altijd wat te zeuren. Wij hebben natuurlijk met een natuurproduct te maken. En wat het dan? Ik zeg het al, natuurproduct. En dat verschilt. Dat kan verschillen van kleur, dat kan aders erin zitten. Trekkers en zeg maar, dat hebben wij niet te vertellen, dat zit gewoon erin. En dan zijn er bepaalde mensen die daar niet mee akkoord gaan, omdat hun willen bijvoorbeeld geen witte plek in een grijze steen. Ja. Ja, dat... Dus dan moet het opnieuw of... Meestal niet, omdat het is natuurlijk het natuurproduct. Dus, Zijn er ook mensen die exclusief aan stenen werken, die gewoon alleen grafstenen maken? Hier bij ons? Ja. Bij ons heeft iedereen zo'n beetje hun eigen plekje, zo is het. Nee. We hebben dus iemand die constant zaagt, iemand die in gaten boort of die stenen uit de kratten haalt. We hebben iemand die straalt. De meesten hebben gewoon een vast plekje hier. Dus het is een proces. Dat is eigenlijk ook heel goed, omdat zo heb je natuurlijk het meeste... De meeste kennis in dat wat je doet. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk ook sommigen die doen alles. Maar apart, wat is tegenwoordig apart? Maar ja, zoiets bijvoorbeeld. Dan heb je een dubbele steen. Ja, dus die aan rechts hier. In het midden. Komt er een glasplaat bijvoorbeeld. Mm-hmm. Met twee losse letterplaten. Hier dan ook een glasplaat. Het moeilijke is, je moet gewoon heel veel aandacht geven aan punten van afwerking. Dus die gaten die moeten precies geboord. Glas is natuurlijk niet een millimeter flexibel. En dan gaat het ook verder met plaatsen, bijvoorbeeld als wij het neerzetten. Dan kun je die glasplaat niet erop laten zitten. Omdat beton en steen is altijd wat flexibel. En als je dat plaatst, glas dus niet, dan kan er spanning op komen. Ja. Dan kan het knappen. Dus glas moet bijvoorbeeld dan altijd... Later pas. En dat zijn allemaal van die dingen, van die aandachtspunten. Ja, dan moet je gewoon rekening mee houden. En dat is gewoon, voor ons natuurlijk heel leuk, omdat het afwisseling is. Het is heel technisch en zo. Ja, je moet gewoon een beetje kennis hebben van dat wat je gaat doen natuurlijk. En als je dat hier ziet, dan je staat natuurlijk van alles. En dat is ook het leuke daarvan. En het steenhouwersvak in het algemeen, dat is iets waar je voor opgeleid wordt. Word je dan altijd grafsteenmaker of kun je daarvoor kiezen? Wij doen hoofdzakelijk natuurlijk de grafsteen. Maar wij doen net zo goed ook aanrechtplaten, vloeren, leggen, vensterbanken, doorputs, gewoon van alles. Alles wat je kunt bedenken met natuursteen. En dat kunnen we gewoon. Het is wel het beste als je daarop bent opgeleid, maar er zijn ook sommige mensen die stappen gewoon zo in dat vak. En dan merk je al, hun hebben misschien al jaren ervaring in de bouw, maar dat is totaal wat anders. Dat kun je niet vergelijken met een man die altijd timmerman was. Als hij hier komt, die komt gewoon in een hele andere wereld. Ja. Dus die wordt gewoon aangeleerd. Voelt het dan ook anders om aan een grafsteen te werken dan aan bijvoorbeeld een vensterbank of een... Het is natuurlijk heel triest allemaal, maar omdat wij het verhaal van die persoon waar wij die steen van maken niet kennen, is het voor ons niet zo tastbaar. Ja. Het is natuurlijk zijn hele trieste verhalen daarbij. Maar het is gewoon... Voor ons, wij weten dat dus niet. Dus voor ons is het dan maar het materiaal en dan komt tekst erin, dan moet er de goede kleur erin en dat moet gewoon goed afgewerkt. En voor de rest...
hebben wij, nou, ik moet eerlijk zeggen, gelukkig niet zoveel met die geschiedenis, met het verhaal te maken. Ja. Omdat anders, nou, zou ik wel denken, sommigen die hier werken zijn ook heel gevoelig, die hebben daar misschien echt last van, als ze thuis zijn, om weer terug te komen. Ja. Mm-hmm.